Turkije, u weet wel, dat land dat IS steunt. Turkije, dat land dat de Koerden, die tegen IS vechten, bombardeert. Turkije, die loopt op de olie van IS. Dat Turkije krijgt van de EU 3 miljard euro en visumvrij reizen voor alle Turken. In ruil voor het tegenhouden van asielzoekers. De EU is failliet. Waarom laten we ons chanteren door Turkije? We laten ons uiteraard door niemand onder druk zetten. De EU die gechanteerd wordt door Erdogan. Het is echt heel erg triest, hè? Ja. Chanteren, hoezo? Het is een vorm van chantage die Erdogan heeft toegepast. Dus in ruil voor geld, in ruil voor gesprekken, terwijl die allemaal op slot zaten. Terwijl Turkije, het gaat echt de verkeerde kant op met persvrijheid, met godsdienstvrijheid. Doen we hem grote beloften. Het is een hele, hele pijnlijke episode. Turkije heeft de EU stevig bij de ballen. Ja, behoorlijk. Ik heb hier grote vraagtekens bij waarom Europa zich eigenlijk zo bijna laat chanteren. Door een vluchtelingenprobleem. Ja, omdat de EU bestaat uit natte washandjes, omdat ze geen kloten hebben. Ja, daarom steviger Europa. Hier hebben wij de EU dus nodig. Ja, hier hadden we de EU nodig. En ze hebben laten zien geen deuk in een zacht pakje boter te kunnen rammen. Dus het is failliet. Nee, je draait het echt om. U gaat nu zeggen meer EU. Ja. Maar we hebben toch de EU om dit soort problemen op te lossen. Die kunnen het niet. En dan gaan we met een dictator zaken doen. Dan gaan we geld overmaken en zeggen visumvrij reizen voor alle Turken. Dan ben je toch gewoon een slappe hap. Ik begrijp je opmerking over de EU niet. De voorwaarden die hij stelt en waar wij mee akkoord zijn gegaan, die zijn absurd. Maar Europa moet niet met zijn pootjes omhoog gaan liggen en zeggen van nou... EU bedoelt u? Europa moet niet met zijn pootjes omhoog gaan liggen, nee. Kent u Betamax? Ja, Video 2000 weet ik ook nog. Ja. Daar zijn ze op een gegeven moment mee opgehouden omdat het niet functioneerde. Ja. Dat kan je ook met de EU doen, hè? Kan, maar... Je kan ook zeggen, we doen we nog meer beter, Max, maar dat gaat nog steeds niet werken. Nee, maar toen zijn ze niet teruggegaan naar de Super 8 film. Nee, ze hebben VHS ontwikkeld. Precies. Dus... Ja, dus iets beter dan wat er was. Het zou bij de EU ook wel leuk zijn, hè? Ja, maar... Ja. Precies. Maar... Nou, wat vindt u ervan dat Erdogan de EU dusdanig bij de kloten heeft dat ze nu weer willen gaan praten over EU-lidmaatschap voor de Turken? Nou, ik snap het vooral niet van Rutte. Ik bedoel, Rutte en de VVD waren al erg kritisch. En nu lijkt hij vrij makkelijk mee te gaan. Niet alleen met geld geven aan de Turken. U kent Rutte toch wel? Dat is een windvaantje, een strandballetje. Die waait met alle winden mee. We kunnen niet op dit niveau doorgaan. Dat klopt. En dat betekent dus... Dat komt door het falen van diezelfde EU. En nu moeten we zaken gaan doen met een dictator. Ja, ik weet dat u daar een enorme hang-up mee hebt. Maar toch even naar de feiten. De Europese Unie moet ervoor zorgen, met de lidstaten samen, dat we die toestroom vanuit Turkije indammen, want we kunnen niet op dit niveau doorgaan. Dus we gaan asielzoekers tegenhouden, ja. Maar we gooien de grenzen open voor alle Turken. Ja, het is een hele onderdachte stap die je nooit mag koppelen aan steun voor vluchtelingenaanpak of voor opvang van vluchtelingen. Dat hebben we wel gedaan. En die onderhandelingen, wat mij betreft, no way. De EU schiet gewoon in alles tekort en nu moeten we dus onderhandelen met een dictator. We staan er gewoon in ons hemd. Ja. We hebben onze defensie zo ongeveer afgeschaft, we hebben de grensbewaking opgeheven en dan moeten we dit soort dingen gaan doen. Om dan toch weer het gesprek aan te gaan voor EU-lidmaatschap, dan laat je toch chanteren? Dat gesprek is gaande. En wat we hebben gezegd als Europese... Nieuw leven ingeblazen, zei mevrouw Merkel. Ja, re-energize. Nou, wat dat precies betekent gaan we nog wel zien.